Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Ik heb vandaag een heel leuk doe dat zelf ideetje voor jullie. Hoe noem je zo'n ding ook weer? Een garde. Oh ja. Wat je ervoor nodig hebt is een garde. En wat we ermee gaan maken is een apparaatje wat we allemaal wel kennen. En dat is om je hoofd te masseren. Jullie kennen het allemaal wel. Dat zijn allemaal puntjes die uit elkaar staan. Dan kun je het zo over je hoofd halen en dan geeft het een heerlijk gevoel. Dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. En ik ga jullie precies laten zien hoe het moet. Kijk maar eens mee. Wat heb je hiervoor nodig? Een garde, wat ik net zei. Een tangetje waarmee je de ijzeren draadjes kan doorknippen met het uiteinde. En wat hete lijm. Daar komen we straks op, maar eerst dit. Je begint eerst door middel met de tang de bovenkant van alle ijzeren draadjes door te knippen. En dat ga je met, dat ga je met elke doen eigenlijk. Zo, nummer 1. Zorg ervoor dat je genoeg kracht in je armen zet, want het kan nogal eens moeilijk zijn. Zoals ik zelf ook net heb gemerkt. Wat je vervolgens gaat doen, zijn alle ijzeren draadjes een klein beetje uit elkaar buigen, zodat hij een beetje de vorm krijgt van je hoofd. Nou, zoals je ziet begint het al aardig ergens op te lijken. Wat we nu eigenlijk nog moeten doen is de uiteinde van de ijzeren draadjes, moet een soort coating omheen, omdat als je het nu op je hoofd gaat zetten, doet het gewoon hartstikke veel pijn en dat wil je natuurlijk niet. Het moet natuurlijk wel comfortabel blijven. Dus je pakt je hete lijm, doet gewoon een lekker kloddertje, doe je op een stukje karton. En dan is het tijd om de puntjes van de hoofdmassage erin te gaan dopen. Nou, dus zoals je ziet, ziet het er nog niet helemaal top uit. Maar het mooie aan hete lijm is, op het moment dat het opgedroogd is, trek je zo meteen gewoon alle draden eraf. En dan heb je de coating die jouw hoofdmassageapparaatje nodig heeft. Nu is het tijd om het te gaan testen. Het is niet meer zo scherp als dat het was, dus ik ben benieuwd of het überhaupt werkt. Oh, oh shit. Ja, nee, maar dit werkt echt hoor. Oh, dit moet je echt even proberen, Juri. Ja? Oh. Ja, die camera even vast. Ik wil niet een hele rare koppen trekken. Put it to the test, man. Juist. Ik neem weer naar huis hoor. Ja. Vind je dit beter dan de originele? Want hier zit natuurlijk wel meer stengelsetjes aan, hè? Nou, weet je, het geeft gewoon heel veel voldoening dat dit zelf is gemaakt. Ja. En daardoor denk ik wel dat het beter is. Helemaal top. Het voelt gewoon een stuk echter, weet je wel. Cool. We proberen natuurlijk op weekbasis zoveel mogelijk te voorzien van dit soort leuke dingen die je zelf kan maken. Ik had deze niet thuis, maar ik had wel een... Dat heet een garde. Een garde. Ik had wel een garde. Dus dan is het natuurlijk hartstikke leuk om jezelf mee aan de slag te gaan. Zorg er wel voor, dat zeg ik er nog één keer extra bij. Gebruik hete lijm om de bovenkant even wat zachter te maken. Als je dat niet doet, haal je huid namelijk open. En daar heeft niemand zin in. Dus vond jij deze video nou leuk? Geef even een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal. Ben je benieuwd hoe je iets moet maken of iets moet knutselen? Laat het ons weten en dan gaan wij voor jou aan de slag. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig.